Ja, het succes vliegt Roxy Dekker in Nederland om de oren. En dan maakt ze ook nog kans op een flinke internationale prijs. De MTV Awards zijn er weer. Wauw. En daar is ze genomineerd in de categorie Best Dutch Act. Niet verrassend natuurlijk. Maar dat is natuurlijk wel een dingetje. Als je gewoon, zeker van onze generatie, ik hou jou buiten beschouwing. Maar toen was MTV natuurlijk gigantisch. Jongen, ik heb gewerkt bij... Ja. Waarom moet ik hier niet bij horen? Ik doe je een plezier. En MTV. Ik doe je een plezier door je jong leeftijd te maken? Ja. Oh, dat hoeft niet hoor. Alsjeblieft. I own it. Ja, nou goed, samen met... Prijzen. Ja, toch? Ja, ja nou... Dutch Act. Ja, dit is de European Music Award. Hè, dus er zijn meerdere mensen, zoals onder andere Taylor Swift. Die is 7 keer genomineerd. Maar laten we het even op de Nederlanders houden. Son Milieu, Claude, Jonna Fraser, Mr... Son Milieu ook, Evert. Oh, ja. Leuk, hè? Nou, leuk. Ja. Nou ja, en stel je voor dat ze dit ook mag ophalen. Want het is natuurlijk gewoon niet normaal. 19 jaar, even voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Wat zij allemaal bereikt met die ogenschijnlijk simpele liedjes. Ja. Ik vind het echt van niet. En wist zij hiervan? Zij kreeg een belletje, zo gaat dat. Ja. Maar kijk. Ik had opnames voor 3FM. En ja, we waren gewoon... Ik moest vragen beantwoorden en toen in één keer kwam dat tussendoor. Roxy is genomineerd voor MTV EMA Best Dutch Act. Woo! Ik was heel overweldigd, maar het was wel echt, echt geweldig is het. Het enige wat ik zei was hou je bek, hou je bek. Hou je bek. Nee, dit meen je niet. Ik ga weer huilen. Nee. Toen ging ik zo met mijn handen naar mijn hoofd en ik lag op mijn eigen schoot. En toen ging ik gewoon keihard huilen. Maar er waren allemaal mensen. Geen idee. Ja, als ik win, dan moet ik sowieso naar Manchester toe. En dan moet ik daar die award ophalen. Maar ja, ik denk dat ik daar gewoon ga partyen met Tyla en Beyoncé en iedereen die er is. Dus ja, ik denk dat dat al een leuk feestje van zichzelf gaat worden. Ja, dat realiseer ik me nu pas. Ik bedoel, dat ding winnen... Ja, dat is misschien nee, je zit heel leuk, lang maar heel... dat je dan juist, met die mensen... Zien. Ja. Je zit met een heel groepje genomineerden op die tribune... die altijd een beetje hoger is. En het is niet zo dat ze je gelijk naast Beyoncé en Taylor Swift zetten. Dat niet. Hmm. Maar ja, je kan wel een beetje... Je kan ze wel van, zien. Do you know who I am? Wat betekent deze prijs verder nog? Heeft die nog heel veel om het lijf? Nou, dat is grappig, want kijk... Als je als Nederlandse artiest in het Nederlands zingt... kan je hoogstens naar België. Ja. Misschien nog een paar landen zoals Zuid-Afrika... waar je ook gehoord zou kunnen worden. Dus zij kan het niet ter gelde maken. Maar Jesus, hey, zet je zo'n beeldje in je kast? Die staat er wel voor altijd, hè? Staat voor altijd. Je bent wel... Nou, je speelt je in de kijker natuurlijk. Zeker, maar ja, dan zou ze misschien naar het Engels moeten gaan... Ja, of naar het Duits. Ze is nog zo jong. Maar goed, dit zijn wel de dingen waar platenmaatschappijen en managers... heel erg blij van worden. En ook in het buitenland. Want misschien export. Maar eerst winnen. Ja. Maar tegelijkertijd, als je een ticket krijgt, win je vaak. Maar met hoeveel is ze dan genomineerd? Hoe groot is de kans dat ze 1, 2, 3, 4. Met z'n 5 zijn ze genomineerd. Nou, maar ja. Wat zij al zegt... Als ik naar Manchester ga, dan win ik ook. Dan weet ik dus ook vaak dat ik een beetje heb. Hoe het zit. Ja.